Goedemorgen mensen, ik ben net gedoucht en zo. En ik zit nu gewoon even buiten. En ik ben kapot moe omdat ik de hele nacht mijn vlog heb lopen editen. Nou, niet de hele nacht, ik overdrijf met Superg. Maar wel tot 3 uur 's nachts. En ik ben nu alweer wakker. Ik werd om 7:30 alweer wakker. Dus ik ben wel moe. En mijn vlog is nog steeds aan het updaten. Nog steeds. Ik snap het gewoon niet. Die wifi hier is zo traag. Maar ja, ik ga me vanavond nog wel omkleden. Maar ik ga sowieso lange broek aan doen vanavond hoor. Ondanks het de verjaardag is. Want kan niet. Oh. En ja, we gaan zo naar mijn vaders huisje en zo. En zo. Nee, we gaan zo naar mijn vaders huisje en dan de rest ophalen. Familie leren kennen die ik niet ken, you know. En daarna gaan we vertrekken naar Koromi. Zo, ik ben nu... Hallo, je ziet dat ik vlog, dan zet je het harder. Weet het, we zijn nu bij mijn... Het is kapot agressief, sorry. We zijn nu bij het huisje waar we in verblijven. Hallo, doe het normaal. We verblijven nu bij het huisje waar, waar mijn vader verblijft. We zijn aan het wachten op de auto's en dan gaan we richting Koroni. Oké, we zijn nu even in de winkel. We hebben even een korte pauze. Ik heb tamarinde drinken. Oh, het stelt weer niet scherp. Ja, ik heb tamarinde drinken en dan gaan we hier even snel wat eten of zo. En dan gaan we meteen weer verder. Ja. Hey mensen, ik ben net gedoucht zo en mijn haar looks like crap, for real. Maar en ik heb hier een puist en ik ben geprikt door zoveel muskieten. Maar ik ben net gedoucht en ik heb dit aan en ik ga nu naar de verjaardag van mijn tante. Oh, ik heb die slippers hou ik niet aan hoor, maar ik ga nu naar de verjaardag van mijn tante. En het is daar zo donker, dus ik denk niet dat ik kan vloggen, maar... Oh ja, en het was super leuk om iedereen te leren kennen. Ik heb voor het... Je weet toch, je hoort iedereen altijd praten over, ja, die oom heb je en die tante, en... maar je weet never wie ze zijn. En ik heb ze nu echt leren kennen, dus dat vind ik wel super leuk. En ze zijn... Ja, mijn eerste indruk van hun was ook gewoon leuk zijn. Ja, ik vond ze tot nu toe gewoon heel leuk, heel aardig. Ja. Vandaag is mijn tante de verjaardag, de 60ste verjaardag. Happy birthday, tante. En ze heeft me vandaag laten dansen en dat doe ik nooit. Doe ik nooit, maar oké. Ik heb wat geleerd. We zijn nu nog steeds in Koroni, maar we gaan nu richting huis, dus richting Paramaribo weer. Ik heb gisteren echt een super leuke dag gehad. Ik heb iedereen leren kennen en ik was er echt heel blij mee dat ik iedereen heb mogen leren kennen. Voordat we naar huis gaan, gaan we nu eerst even langs mijn oma's graf, want die is hier en ik heb hem nog nooit eerder gezien. En daarna gaan we door, dus ik zie jullie straks. Hallo allemaal, ik ben de oom van Shannon, broertje van haar vader. Degene die van haar een prachtige trip heeft mogen regelen vanuit Nederland naar Curaçao en dan nu Suriname. En nu zijn we in het kokosdistrict Koroni, waar haar vader en ik en natuurlijk de andere broers en zussen geboren zijn. En hier achter ons stond eigenlijk ons ouderlijk huis. Die is er niet meer, maar dan hebben we een prachtig huisje van mijn zus Marta en daarachter het huisje van haar zoon Michael. En het andere huis, dat hebben wij aan de overkant, daarachter ons, dat blauw gebouwtje die wij zien. Zien wij dat, Shannon? Ja, want ik ga het laten zien, ja. Oké. En dat is het laatste huis waarin we gewoond hebben. Die is verhuurd. En ja, we voelen ons heel prettig in dit kokosdistrict, waarbij alles groeit wat je plant en alles groeit wat je kweekt. Het is gewoon een gezonde bodem hier. Groetjes uit Suriname, Koroni. We zijn nu bij het perceel van mijn andere oom. En heeft een super grote guave wacht. Dit is guave, mensen. Zeg ik dat goed, Omrik? Ja, guave, ja. Guave is het. Wow. Het is gewoon een vrucht, tropische vrucht. Heel lekker. En dit is nog niet rijp. In principe moet hij nog iets groter worden en rijp worden.
En als je in die boom kijkt, zie je ook de kleintjes. Zo klein was deze. En uiteindelijk worden ze ook zo groot. Eigenlijk geen goede reclame, want voor de rokers om te weten, maar dit is tabakplant. En je ziet in Suriname groeit het net naast het huis. Maar uiteindelijk wordt deze bladeren gedroogd en er wordt er tabak van gemaakt. Dus Cubaanse sigaren die je in de winkel zou kopen, heel duur. Hier zou je gedroogde, leuke tabakbladeren van kunnen maken en een sigaartje rollen. Ja. We maken geen reclame voor de sigarenindustrie, maar het is even om te zien hoe het begint. We hebben net omkomensiter geplukt. En ik heb het gewoon gehaapt. Je kan het gewoon zo eten. Oké, wij zijn nu dus onderweg vanaf Coroni weer terug naar de stad. En ik ga dus deze vlog ook afsluiten, want nu ga ik met mijn nieuwjaarsvlog beginnen. Niet denken dat ik zoveel dagen dezelfde kleren aan heb, maar ik kon het niet anders. Later, zien jullie in vlog 18.